Ik ben voor de FIFA. We zijn in de Mediamarkt in Groningen, waar vier spelers van FC Groningen vanmiddag gaan gamen. Michael Kieftenbelt en Marco Bizot gaan het opnemen tegen Johan Kappelhof en Gennaro Zeefuik. En dat gaan ze doen met FIFA 13, de nieuwste uitvoering van het populaire voetbalspel. De spelers komen in actie voor het televisieprogramma Game & Co. Elke donderdag te zien op Oog TV, de lokale omroep van de stad Groningen. Gewoon de hele gameplay, het spel en gewoon sowieso het voetbalspel. Dat is gewoon altijd leuk om te doen. Dus ja, dat is een beetje realistisch, hè? Dat is altijd leuk. Naast FIFA 13 heb je ook nog de grote concurrent Pro Evolution Soccer. De competitie tussen die twee is vergelijkbaar met de strijd tussen Messi en Ronaldo. Ik vind FIFA leuk. Ja. Ja, waarom? Ja, het spel, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik heb ook al heel lang geen Pro Evolution Soccer meer gespeeld, maar ik vind FIFA wel wat mooier spelen op zich. Hoe je het spel speelt is bij Pro wat anders, maar FIFA is wat mooier. Qua gezichten en schoenen is wat FIFA wat mooier, maar ik vind Pro toch wel leuker om te spelen. Ik ben voor de FIFA. En waarom voor FIFA, niet voor Pro? Ja, kijk, vroeger speelde ik heel vaak Pro, maar ik ben geoverstapt naar FIFA. En ik vind FIFA nu eigenlijk wel beter dan Pro, dus daar speel ik ook FIFA nu. Ik ben volgens mij bij FIFA 96 begonnen en ik heb ze bijna allemaal doorgelopen. En we gaan nu van start met FIFA 13. En dat doet Bizot samen met Michael Kieftenbelt. Ze nemen het op tegen Johan Kappelhof en Gennaro Zeefuik. Het team waar ik meestal mee speel, ik heb een beetje verschillende teams eigenlijk. Dus een beetje Engels competitie, Spaans competitie, af en toe even Nederlands tussendoor. FC Groningen? FC Groningen, daar heb ik ook wel eens gehad. Ja. Moet toch even kijken hoe die jongens het in het spel doen. Hè. Dus, en hoe gaat dat dan? Ik moet zeggen dat het in het spel heel goed loopt. Dus een beetje ook wie de controllers natuurlijk in de handen hebben, ja, dat scheelt ook wel. Maar ze doen het goed. Ja, dan is dit FIFA 13. Is dat nog weer mooier dan FIFA 12? Ja, het is nu meer realistischer en als je nu bal krijgt en je aanname is verkeerd, dan springt hij omhoog. Dus het is wel een beetje, het lijkt wel echt nu. Dus het wordt steeds echter eigenlijk. Dus het is ook wel een beetje goede training. Op zich wel, ja. Dus je raakt gewoon aan gewend en het gaat gewoon goed. En, het is wel een leuk spelletje. En hoe ging het net, samen met Marco? Nou, daar wil ik het liever niet over hebben. Ja, het ging best wel goed eigenlijk. 3-1 gewonnen van Marco en Michael. Dus ja, het ging wel goed. We moesten een beetje op elkaar inspelen nog, maar het zit er wel aan te komen. We hebben verloren en daar baal ik van. Het zijn jongens die, tenminste Michael speelt wat vaker FIFA. Ik speel wat vaker Pro, dat is een ander voetbalspel. Dus en toch hebben we van ze gewonnen, dus dat is wel mooi. Ik speel af en toe tegen mijn broertje en af en toe ook online. En, ik ben het eigenlijk wel gewend. Met zo'n potje dan is het gewoon niet leuk om te verliezen, hè. Dat klopt. Dus toch, dan geven we die jongens niet makkelijk hand. Nee.